opgave komt vandaag uit kasteel Weyenburg in Echteld. En kasteel Weyenburg zit op het ogenblik vol met mensen die vol verwachting zijn van wat de waarde is van de spullen die ze hebben meegenomen. En het verhaal daarachter, mag ik zo vrij zijn om deze trein even tevoorschijn te halen? Ik vind de doos al fantastisch. Doe eens open, laat eens even zien wat erin zit. Hij is van u? Hij is van mij, ja. Wil dat zeggen dat u hem als kind ook gebruikt hebt? Nee, nee, dat niet. Ik heb hem wel van iemand gekregen die zelf geen kleinkinderen heeft. Ja. En die vond dat hij daarmee wel een plezier mee kon doen. Nou, daar had hij wel gelijk in. Want wat doet u ermee? Alsnog ermee spelen? Nou, hij gaat uiteindelijk gaat hij naar mijn kleinkinderen toe. Maar pas als ze een leeftijd hebben, dat ze beseffen wat ze ermee kunnen doen. Ik vind dat nu nog, ze zijn nu 7 jaar en 10 jaar. Dat vindt u nog iets te jong? Nou, het voor hetzelfde, want je moet hem opdraaien. Dus het voor hetzelfde geldt, dan wordt het vernield. En dat zou heel erg jammer zijn. Het is wel heel kleurig spul, hè? Ja. Moet ik zeggen. Zal ik eventjes laten zien? Ja, natuurlijk. Er zit een Arabier achter het gordijntje. Zo. Ziet u dat? Zo. Hij komt ook uit. Ja. Ja, het is Oriënt, het staat er ook op. Dus zijn meer. Het is heel chic allemaal. Nou, wat zo leuk is, ze hebben op een gegeven moment van dat bedrijf een logo gevoerd. Dat heet Grip. Ja. En daar heb ik wat documentatie van gevonden op internet. En Grip is de afkorting van, het is allemaal Duits dit, van griffig, robuust, interessant en pedagogisch weervol. Verantwoord. Ja. Zo. Nou hebben we het over iets, of niet? Dat dacht ik wel. U bent al redelijk deskundig. Mijn complimenten daarvoor. Dank u wel. Dit is jouw geld, hè? Dat klopt. Wat is mijn geld? Van mijn vader. Van je vader, oké. Okay. Hoe komt hij eraan? Heeft hij dit zelf gevonden? Nee, hij heeft dit gekocht van een oude meneer. Ja? Was verborgen in een schoorsteenmantel. Mooi verhaal, ga door. Ja, ja, en dat, die heeft dat voor 25 gulden gekocht die tijd. Hele collectie. En nou vraag je je af of dit wat waard is? Uiteraard. Zitten er echt oude dingen bij? Heb Hele je dat oude al gezien? Dingen, ja, ja. De oudste die ik heb kunnen traceren is 16 zoveel. Ik weet niet exact de data. 16 zoveel? 1768. Oh, kijk. Ja. 1776. Nou, dit ziet er ook afgekoud uit, zeg. Dat is, 1702. Nou ja. Ja, wie weet. Nou, misschien is het toch de schat waarvan je hoopt dat dit is, hè? Misschien is het mijn pensioen, hè? Dat zou ook leuk zijn. Ja, uiteraard. Wie is dit? Ja, dat kom ik hier vragen. Maar misschien kunnen ze mij dat vertellen, ik weet het niet. Mijn gevoel zegt een apostel. Uw gevoel zegt een apostel. Wie had u op het oog? Petrus? Ik weet Marcus? Niet. Marcus? Geen niet idee. Nee. Waar hangt die bij u? Heel mooi. En dan staat er een lam onder. En die is boven open. En dan schijnt daar licht zo. En dat is prachtig. Helemaal mooi. Ja. Dus die wilt u gewoon helemaal niet kwijt? Dat ligt aan de nullen. Dat ligt aan de nullen. Ik begrijp u. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ja, ik ook. Maar ik bedoel, hij is mijzelf ook gewoon om te hebben. Prachtig. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Leuk. Alleen, ik wil er iets meer over weten. Of het een oude is, of dat het een neppert is. Dat kan ook tegenwoordig. Maar dan is het een hele mooie neppert. Prachtig. Zou u het erg vinden als het een neppert was? Dan blijft hij voor mij dezelfde waarde hebben. Qua gevoel. We kijken naar een medaillon, zou ik bijna zeggen. Het oogt oud. Ik zeg het maar voorzichtig. Is het van u? Ja, ja, het is van u. Het is van mij, ja. Is het oud? Ja, het is heel oud, ja. Hoe oud? Enig idee? Nou, ik denk... 120 jaar. Zoiets? Ja, zoiets. Het zit in de familie. Het heeft heel lang in de familie gezeten. Ja, ja, ja. Het is van mijn schoonmoeder geweest. Ja? En die heeft het ook weer gekregen. Ja. Zou u het dragen? Nee, het heeft voor mij emotionele waarde, maar ik zou het niet dragen. Nee, want het is een beetje ouderwets. Ja, het is een beetje ouderwets, ja. Terwijl het best wel aardig is eigenlijk. Ja. Wat is het? Het is zeker aardig. Het is een lavakamee. Het is dus geen medaillon. Een medaillon, daar doe je dus iets in. Hier kun je dus verder niets in doen. Maar het is gemaakt van lavasteen. Lavasteen is een vrij zachte steen.
En dus daardoor ook in te snijden. Net als een kamee wat uit een schelp gemaakt wordt, wordt dit van lava gemaakt. En omdat het zo zacht is, is er... En het hangertje heeft toch de leeftijd van 1850, 1860. Dus echt een hele mooie vroege, ook de omlijsting. Er zijn natuurlijk nog maar heel weinig van heel. Hè? Of versleten. Deze begint ook al lekker glad. Ja, je kan het zien aan de afbeelding, dat hij een beetje begint te slijten. Ja, het kopje wordt wat minder. Het is een fluitspelende putti, typisch Italiaans. En als voorstelling... nou wil het niet zeggen dat ook de hanger zelf in Italië gemaakt is, hoor. Ik bedoel, die had eerst een steen en dan werd later de rest eromheen gemaakt, zeg maar. Is de rest eromheen trouwens ook de moeite waard? Ja, mooi gemaakt. Ja? Goud, 14 graad geel goud. Maar ook heel leuk bewerkt met allerlei hele kleine bolletjes erop gesoldeerd, gegraveerd. En zelfs de ketting is oud. Niet misschien die leeftijd precies van 1850, 1860, maar wel omstreeks 1900. Kun je ook zien, deze ketting, vroeger werden die met de hand vaak gemaakt. En in die tijd was het goud heel kostbaar. Daarom is die ketting is hol. Gewoon hol. Je wilt toch niet zeggen dat alle schakeltjes hol zijn? Om goud uit te sparen. Goud uit, gewicht uit te sparen, ja. Het is daarom kun je merken, dit is echt een mooie oude gouden ketting. Ja, maar dat was extra veel werk, lijkt mij. Ja, of hadden ze dan maar goed, met voor? Arbeidsloon, je verdiende niets. Dus het goud is duur, arbeidsloon, dus dan kon je met heel weinig goud veel maken. Het is eigenlijk het geheel zo, hè. Ook die steen, er zit natuurlijk heel veel arbeidsloon in die zo te snijden. Daar moest je ook een vakman voor zijn, wil je dit zo goed kunnen, hoor. Ja. Dus dan, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik hem even wilde laten zien. Toch een leuk stukje uit de tijd. Mooi leeftijd hebbende. En ja, het is echt een erfstukje. Het is echt een erfstukje. Ja, maar mijn schoonmoeder heeft hem heel veel gedragen. Ja. Altijd als ze uitging, dan had ze leuk is dat, hè? Ja. Hoeveel is zoiets waard? Ik hoor goud, ik hoor vakmanschap. En denk ik, nou ja. Ja, nou, ik denk als je dit bij een antiquaire zou kunnen kopen, betaalde je hiervoor inclusief de ketting ongeveer €700. Dat geef je niet zo makkelijk af voor een kettingje, €700. Nee, inderdaad. En nu heb je het al. Ja, dat moet u ongeveer, wat die ongeveer momenteel waar zal zijn. Een kamee heet dat dus. Een kamee, een lava kamee. Ja. Van aardewerk gebakken honden, die bijten niet. We zien hier een prachtige struisse Duitse herder die links of rechts op de schouw heeft gestaan in het milieu, in het interieur van de pronkkamer van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Deze prachtige hond is gemaakt bij de firma Jema in Maastricht. Een bedrijf, de afkorting Jema betekent Jelmer Mager, de oprichter. Hij richtte dit bedrijf op in 1942. En in de periode na de oorlog heeft hij menig huisgezin voorzien van een prachtig beest. In dit geval een hond. We kennen ook hele glimmende snoekbaarzen die uit het water omhoog springen. Of pauwen. Altijd dierfiguren. En wij vonden dat in de jaren 60 en 70 prachtig. Een dergelijke hond wordt tegenwoordig weer verzameld. Jema is een bekend verzamelterrein geworden en de waarde taxeer ik op circa €90 tot €100. We kijken hier naar een schilderij van Louis van Soest. Louis van Soest is geboren in Nederlands-Indië en kwam al spoedig naar Europa waar hij scheikunde ging studeren. Nou, zeg maar, wat heeft dat hiermee te maken? Maar hij kon heel aardig schilderen. En hij is dat ook steeds meer gaan doen. En vanaf 1891 heeft hij eigenlijk alleen nog maar geschilderd. En hij was een hele belangrijke man eigenlijk in de Haagse schoolwereld. Hij was lid van de Poelgi-studio. En hij gaf ook, wat niet onbelangrijk is, les aan koningin Wilhelmina. Zijn winters zijn erg bekend en prachtig geschilderd. Dit is toch ook wel weer eens heel wat anders en aardig. Dit is een lente zoals we zien. En dit schilderij zou ik waarderen op een €300 tot €400. Ik heb het
de tandjes waren al wel doorgekomen dan. We kijken naar een schaaltje waarvan ik denk... ik heb het misschien wel eens gezien op een rommelmarkt of iets dergelijks... en dan laat ik het toch gewoon liggen. Maar daarom vind ik het zo leuk dat dit soort dingen... dat die gewoon opduiken weer. Dit is ook zo'n schoteltje. Dat is blijkbaar toch de moeite waard. Het is van u. En u weet ook blindelings van wie het is, hè? Ja, Jaap Dommersen. Ja, waarom weet u dat onmiddellijk? Nou, ik kom uit Nijmegen. En twee huizen van mij af heeft de familie Dommersen gewoond. En Jaap was de jongste zoon. De maker? Woonde daar met moeder en twee zussen. Ja, heeft u toen de tijd dat dingetje van hem gekocht? Nee, want toen was hij ook nog redelijk jong. Maar hij is later, nadat hij echt pottenbakker werd... en allerlei mooie dingen ging maken, is hij naar Oosterbeek gegaan. Daar zat een hele groep, volgens mij, van pottenbakkers en dergelijke. En daarna is hij naar Vlissingen verhuisd. Had daar een winkel en ook een werkplaats. En daar heb ik hem samen met mijn zus nog wel eens opgezocht... tijdens een vakantie in Zeeland. En dan koop je wel eens wat. Ja, dan moet je even wat kopen natuurlijk. Ja. Wist u toen al dat het heel goed was wat hij deed? Ik wist wel dat hij, toen hij in die groep in Oosterbeek was... dat hij goed was, ja. Ja, ja. Ja, dat heb ik toen wel gehoord. De groep in Oosterbeek? Zullen we toch eerst iets nog van zijn voorgeschiedenis vertellen... Jaap die had één handicap. Hij is niet groter dan 1,40 meter ongeveer geworden. Ja. En dat heeft hem eigenlijk zijn hele leven natuurlijk achtervolgd. Ja. Dus alles wat hij in zijn leven heeft moeten doen... dat moest aangepast worden aan zijn lengte. En later heeft hij er ook lichamelijke klachten van gekregen. Hij is geboren in 1929 in Herwijnen. En hij is eigenlijk opgeleid als edelsmid. Maar door zijn gezondheid, door zijn lengte, kon hij dat vak niet goed uitoefenen. En is, zoals u al zegt, in begin van de jaren 50... is hij vertrokken naar Oosterbeek en heeft samengewerkt met Jan van Stolk. En Jan van Stolk had zich gespecialiseerd op het maken van aardewerk... met sgraffito-technieken. En dat betekent, je hebt een keramisch bord gemaakt... en de leerharde klei wordt dan met een guts waar je ook als beeldhouwer mee werkt... wordt decors uitgesneden en die worden dan later verwerkt tot decors met vissen enzovoort. Iets wat typisch in de jaren 50 en 60 populair waren. En nu zien we hier een bordje wat Jaap Dommersen gemaakt heeft in de periode nadat hij afgezwaaid was bij Jan van Stolk. En dat was zo aan het einde van de jaren 50, toen hij voor zichzelf begon. En toen ging hij, moet ik even laten zien, toen ging hij de klei vermengen met zwart, zodat je een zwarte klei kreeg, als het ware. En hij had dus bij Jan van Stolk geleerd dat je in de leerharde klei kon snijden. Dat is hij dus hier ook blijven doen. En dat hij dan vervolgens dit in de tweede bakproces zwart maakt. En de omgeving bedekt hij dan met een glazuur met erin verwerkt zilverzand. En dat is ook typisch iets uit die periode, uit de jaren 60 en 70. En had ondertussen van de Cobra Groep had hij de decors laten inspireren. En hoeveel is dan zo... Ja, ik weet niet, hoeveel maken ze van zo'n ding? Hij is vrij productief geweest. Er komt toch zo nu en dan het werk van hem tegen... in allerlei maten en allerlei vormen. Maar is dit een unica? Dit is uiteindelijk een unica. Is ook mooi gesigneerd aan de achterkant met zijn naam en een nummer. Maar die nummers weten we nog niet alles van waarom dat nummer is. En de waarde van dit fraaie schotel, echt een prachtig exemplaar... taxeer ik op 400 tot 450 euro. Nou, dat is heel leuk, ja. Het is een leuke herinnering voor u natuurlijk aan de buurjongen. Ja, absoluut. Ja, want ik zie hem nog wel voor me. Hij was zo bijzonder, hè? Ja, en hij, ja. Hij was klein, maar had een hele zware stem. En dan sprak hij je toe. Ja. Kijk, dat is weer informatie die je niet uit de boeken kan krijgen. Die zijn niet te krijgen. Mooi. Wat krijgen we toch soms leuke dingen op tafel? Volgens mij hebben we dat nog niet eerder gehad. Er staan hier drie paar schoenen. En nou ja, je kan zien natuurlijk wel dat het oude schoenen zijn. Ze zijn van u. Nou ja, ze zijn van u. Ja. U heeft ze verzameld, passen hè? Passen mij niet, dus. Nee, ze passen u niet. Ja, ik verzamel. U verzamelt schoenen?
Van alles wat. Maar dit ook? Dit verzamelt dit u? Dit onder andere. En weet u dan iets van deze schoenen af? Dit is een balschoentje, zou ik zeggen. Nou, ik denk dat het of een trouwschoentje is, of iets voor een communie. Dat maar in ieder geval, het is wel een feestelijk schoentje, hè? Ja, het is een feestelijk schoentje. Dan even naar deze. Ja, een heel klein kinder of pop. Ik denk een kinderschoentje. Ja. Vermoed ik. Deze vind ik zelf heel mooi. Vooral deze ene met die gesp hier voorop. En kijk eens wat eronder zit. Waar zou dat voor zijn? Nou, dat weet ik dus eigenlijk niet. Kijk. Nee, dat zou ik dus best willen weten. Ja, dat begrijp ik. Een houten onderkant vind ik ook. Het is mij verteld dat ze dus uit Normandië komen. Deze. Nou, je weet veel af van poppen. En poppen hebben meestal schoenen. Maar ik weet niet of je dan ook van dit soort dingen wat af weet. Nou, ik ga er toch wat over vertellen. Heel graag. Ja. Nou, waar we het over hadden of dit een trouwschoen was. En daarom vind ik het zo prachtig om te laten zien. Ik heb toch aardig wat zijde schoenen gezien. Maar deze zijn een soort afgetrapt, zou je zeggen. Ja, hier dit aan de achterkant is, dit kan je is helemaal versleten. Het is ook zelfs bijgenaaid, zie je wel? Dat is dan. Dus een bruid heeft er één keer haar schoenen aan. Of er moeten heel veel bruiden nadien gekomen zijn. En die hadden echt niet een tweedehands zijden schoen aan. Dus dit is eigenlijk vergane glorie. Dit is zo mooi. Hier ga je nou bij voorstellen. Iemand heeft steeds die schoentjes aangedaan. Was er of verliefd op, of had er maar één paar schoenen. Ja, dat kan ook. Ja. En dat vind ik eigenlijk zo verschrikkelijk mooi, hoe dat nu in elkaar zit. Hoe, de romantiek. De romantiek. Ja. Deze schoentjes, we zeiden al, dat zei u althans. Ja, kinderschoentjes. Het zijn kinderschoentjes. En wat zo leuk is, Peter, ze zijn hout gepend. En dat betekent dat er allemaal kleine houten pennetjes in zitten. Dus geen spijkertjes, maar houten pennetjes. Zo werd dat gemaakt. Maar hoe oud is dit dan? Dit is ongeveer 1880. En dan had je wel spijkertjes, maar die waren ook allemaal handgemaakt. Allemachtig. Is dit nou links en rechts, lijkt me qua vorm hetzelfde? Ja, maar dat verbaast ik ook altijd over. Dat is waar. Ja, het is heel vaak geen zo. Geen linker of rechter schoen. Nee, ik verbaas me. Je ziet het wel meer, hoor, dat ik ook denk van. Ja. Want u zag me misschien net al zo, dat ik dacht, hoe zit het? Maar het is wel leuk. Ja, hier zit het wat beter bij. Ja. En ik heb altijd het idee dat dit meer voor de sier was. Ja. En gemaakt is voor iemand die schoenmaker was. En dat ijzeren beslag heeft dat een functie? Misschien is het wel voor dansen gebruikt. Want kijk, op hout glij je ook uit. En leren zolen was natuurlijk heel kostbaar, want iedere keer ging dat slijten. Dus het zou best kunnen dat dit toch tegen slijtage is. Ja, het is niet om geluid te maken. Nee. Ja, nou, tapdansen, ja, maar toen had je nog niet zo die tijd, die dans. Dat kwam dus echt na begin 1900. Ja. Wat grappig. Ja. En zit hier nou nog een waarde aan, behalve die romantische waarde? Nee, dit is alleen romantische waarde. Omdat dit is toch een beetje te vergaan. Je hebt ze wel heel veel. En deze ook? Geldt dat voor die ook? Nee, deze die kun je rustig rekenen dat daar nog een €75 voor wordt betaald. En voor deze ook. Ja. Leuk zeg. Ja. Ja, we staan er Kasteel de Weijenburg hier in Echteld begon zijn bestaan ergens in de 13e eeuw. En heel eenvoudig, net zoals bijvoorbeeld kasteel Doorwerth en kasteel Huisberg. Dus met een woontoren, een houten omheining eromheen en daaromheen weer een gracht. En uiteindelijk zou het uitgroeien tot een echt kasteel. Deze toren geeft aan dat aan die andere kant ook een toren moet hebben gestaan. En dat leverde een voorhof op. En via de ophaalbrug kwam je dan in het kasteel. Op een schilderij is dat nog te zien. Maar liefst bijna 500 jaar was het kasteel de woonplaats van één familie. De familie van Weijen. Het kasteel zoals het er nu uitziet werd gerealiseerd rond 1540... Dat gebeurde door Jasper van Weijen,
de 8e heer van Echtelt, die getrouwd was met de zeer gefortuneerde vrouwe Walburg van Haaften. Het kasteel gaat in 1751 over naar de familie van Wassenaar, die onder meer de binnenplaats laat overkappen. De volgende eigenaar is de familie van Balveren, die in 1928 besluit het kasteel publiekelijk te laten veilen. Maar voor het zover komt, wordt het gekocht door baron van Verschuur. En daarmee voorkomt hij waarschijnlijk dat het kasteel wordt gesloopt. De volgende eigenaar kennen we allemaal. De stichting Vrienden der Gelderse Kastelen, die het in 1956 krijgt en een jaar later begint met de restauratie, die uiteindelijk zou duren tot 1977. Overwogen is toen nog om de twee voorgebouwen te herbouwen en de ophaalbrug terug te brengen. Maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. Alles bij elkaar, opnieuw een mooie plek om te gaan schatgraven. Nou, wat ik hier voor me heb staan is een prachtige kristallen koekdoos eigenlijk. Nou weet u dat kristal natuurlijk veel vaker voorkomt. Het is een product wat in de tweede helft en de eerste helft en de tweede helft van de 19e eeuw natuurlijk heel veel werd gebruikt. Voor allerlei doeleinden, voor glaswerk, voor dozen en noem allemaal maar op. Maar deze doos springt er gewoon uit. Ik heb dit model nooit eerder gezien. Ik zal het u laten zien. Het is een ovaal model met een prachtig slijpsel en een bijbehorende onderschotel. En het mooie is eigenlijk dat hij een hele mooie zilveren knop heeft. Wat je ook wel vindt soms op kaasstolpen en op kleine boterstolpjes. Maar dit model had ik nog nooit eerder gezien. Hij is heel zwaar, heel mooi van kwaliteit. De waarde van een dergelijke doos moeten we toch schatten op een 300-400 euro. En vooral als het punt gaaf is, dan loopt de waarde alleen maar op. Want met kristal is het wel zo, als er een klein flintje aan is, dan willen mensen het eigenlijk al niet echt meer hebben. Dan zakt de waarde aanzienlijk. Maar bij een object als dit praten we toch altijd over 300-400 euro. In navolging van sommige Engelse illustrateuren, zoals Cecil Alden, waarin het Engelse landelijke leven wordt verheerlijkt, is er in Frankrijk een tegenhanger die zich op zijn Engels noemde Harry Elliott. En in Amerika was hier de zekere meneer Stanley Kok. Meneer Stanley Kok heeft een serie prenten gemaakt over biljarters en hoe dat mis kan gaan. In dit geval zijn er twee heren die een buitenrit hebben gemaakt en daarna, na een copieuze maaltijd ongetwijfeld rijk besprenkeld, nog een biljartje maken op dit fraaie Amerikaanse biljart. De heer in het rode vest die zegt afwijzend tegen de bellboy dat hij de brug, de stok met het kruis, niet nodig heeft om zijn keu te ondersteunen. En de gevolgen daarvan zijn fataal. Dat kunnen we op de volgende print zien. Hij maakt een nice cut, een verschrikkelijke snee in het laken. De schrik van iedere innkeeper en kroegbaas. Deze serie is zeer beroemd. En er zijn ook in dit genre aanzichtkaarten van verschenen die zeer worden gezocht. De prijzen van deze prenten, die helaas wat beschadigd zijn, zullen rond de 50 euro per stuk zijn. Maar het kijkplezier is des te groter, zo ook het leedvermaak. Waarschijnlijk zegt u bij uzelf, ik heb dat paard eerder gezien. Dat kan kloppen, die hebben we eerder hier op de tafel gehad. Het is een heel mooi paard, daar waren we het allemaal over eens. Het ging erom, Marcel, het is uw paard, hè? Ja. Uw paard. Het ging erover dat de meneer die het gemaakt heeft, staat keurig, staat het ondertekend Duchamp. En daar staat er een datum bij, 1924. En je zei, als dit een echte Duchamp is, dan hebben we iets moois in handen, maar het was vervelend, meneer Duchamp leefde in 1924 niet meer. Nee, nee. En dan moet je toch een slag om de arm houden, neem precies, ik aan. Precies. Ja. Ja. Kijk, waar het allemaal mee begon is dat het een paard is wat ook qua model in veilingresultaten voorkomt. Het is een beroemd paard bijna. Het is op die manier een gekend model. Ja. Maar die datering, dat is toch iets waar moet je dan heel voorzichtig mee zijn. Nou, waar we de vorige keer geëindigd zijn is dat het is ook voorzien van een gietersmerk, Suus Vondeur. En Suus Vondeur in Frankrijk is eigenlijk de beroemdste gieter als het gaat om bronsgietingen voor kunstenaars. Dus dan ben je heel voorzichtig in die zin dat het ook een postume gieting kan zijn. Nou, met die vraag, ik heb een half jaar ook in mijn carrière in Parijs, in het Parijse veilingwezen gewerkt. Ben ik in mijn oude contacten gaan boren en gaan aanboren.
en heb ik contact gekregen met de Association Marcel Duchamp. En Marcel Duchamp is dus de broer van deze Raymond Duchamp, Filon. Marcel Duchamp is ook de beroemdste van het stel. De beheerders van die nalatenschap beheren dus in het kielzog daarvan ook, zeg maar, de nalatenschap van alle andere familieleden, waaronder deze Raymond Duchamp. Daar is uitgekomen dat het helaas, daar begint het al mee, dat helaas dus geen authentieke gieting is, niet een model is dat tijdens zijn leven ontstaan is. Het refereert wel aan studies die hij gemaakt heeft voor paarden en modellen daarvoor. Maar het is een model dat hij zelf nooit op deze manier heeft geproduceerd. Is het een vervalsing daarmee? Je zou moeten zeggen dat het een vervalsing is. Iemand heeft wel dit paard als voorbeeld genomen en is daarmee aan de slag gegaan. Heeft alle moeite genomen van een mal maken. Heeft alle moeite genomen om het door een goede gieter misschien zelfs te laten maken. Nou ja, daar komt verhaal 2. En verhaal 2 is dat de gieter ook niet klopt. Oh. Dit hadden we nooit op zo'n korte termijn kunnen uitzoeken als niet al met een eerder exemplaar. Ik zei u al, het model is eerder opgedoken. Dat onderzoekstraject is gevolgd. Dus zowel in de archieven van Raymond Duchamp als binnen de archieven van Suus Vondeur, waar dit model dus niet in voorkomt. We hebben te maken met een beroemde vervalsing. We hebben eigenlijk te maken met een beroemde vervalsing. En het geeft op meerdere vlakken aan hoe lastig dit vak is. Daar waar het soms op best gerenommeerde veilingen in het verleden is opgedoken als een op dat moment authentiek aangeprezen stuk, moet je in dit vak altijd voorzichtig blijven. Want wat erop staat. Helemaal terecht. We stellen dat zelfs op prijs natuurlijk. Want we willen gewoon weten wat de waarheid achter het verhaal is. Toch zou ik er een lieve duit voor over hebben om te hebben. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om die waarde ervan te bepalen. Hoeveel heeft u ervoor betaald? Weet u dat nog? Eigenlijk niks. Het komt uit de erfenis. Want mijn opa was plateerschil. En zo is dat eigenlijk ontstaan dat ik het had gekregen. Dus, is er een waarde aan te geven? Ik kan me voorstellen dat het voor jou erg lastig is natuurlijk. Want het is een beroemde vervalsing, zeg ik dan. Het is een beroemde vervalsing en het is een mooie sculptuur. Maar ik moet me eigenlijk afzijdig houden van het noemen van een prijs. Want op de kunstmarkt zou je met de wetenschap van nu, het lijkt wel politiek, maar zou je zo'n stuk niet kunnen aanbieden. Nee. Zonder daar niet bij te zeggen dat het een niet authentiek stuk is. En dit is gewoon letterlijk, niet wat de gek ervoor geeft, wat de liefhebber ervoor geeft. Wat de liefhebber ervoor over heeft. Ja. Bij poppen hoort poppen goed. En wel te verstaan in een poppenhuis. Maar hier hebben we prachtige meubeltjes. De stoeltjes zijn bekleed met zijde. En het is ongeveer uit 1920. Gemaakt in Waltershausen. En vermoedelijk door de firma Sneegas. Als ik alles al moet opnoemen, al die mensen die daar meubeltjes hebben gemaakt voor poppenhuizen, dat is echt heel veel. Alleen een paar mensen springen er toch wel heel erg uit. Rock en Kramer, dat is gewoon een firma die blikken poppenmeubeltjes heeft gemaakt. En Richter. En Gottschalk. Zoveel. Maar dit is nu typisch voor die 1920er jaren. Zo eenvoudig, zo strak. En als je er dan een huis bij hebt, dan ben je heel erg blij. De waarde van dit stelletje is ongeveer een 175 euro. Weg, gekke actionisten, als ik het goed uitspreek. Ja. Ja, hè, dat is het. Dat is een protestbordje, dat is van u, hè? Ja. Wat weet u daarvan? Wie zijn de actionisten? Weet u dat? Ik zou het niet weten. Geen idee? Nee, geen idee. Nee. En hoe komt u eraan? Ik heb het ooit van mijn vader gekregen. En die had het weer van iemand gekregen waar hij heel veel voor werkte. Ja. Dan gaan we al terug in de tijd, hè? We gaan heel ver terug in de tijd, ja. Is bekend hoe oud dit bordje is? Ja, de leeftijd is heel mooi te schatten. Ja? De leeftijd is 1720.
Zo. Dat is de tijd. 1720? Ja. Nou, dat klinkt misschien een beetje lekerig, maar dan denk ik voor. Het ziet er schitterend uit alsof het 50 jaar geleden gemaakt is ongeveer. Ja, ja, maar Chinees porselein is natuurlijk met heel veel vakmanschap gemaakt. En in de Ming-periode werd al het prachtigste porselein gemaakt. En dan praten we toch nog over honderden jaren eerder. Dus het porselein op zich is leuk, maar niet overdonderend mooi. Nee, maar je moet allemaal wat. Maar je moet nou wel even het een en ander uitleggen. Want je hebt het over Japan. En terwijl ik hier een Nederlandse tekst zie, actionisten zegt mij zelf niks. Ja. Leg maar eens uit. Wat is er aan de hand? Het is niet Japan, maar het is China. Nou, China. En ze noemen dit China Commande. Dus het is eigenlijk gemaakt, zeg maar, op verzoek van Nederlandse, in dit geval Nederlandse mensen. En die toen zaken deden met China, ook het porselein bestelden. En in dit geval is het eigenlijk een actiebordje. En actien, dat is wat ze tegenwoordig, aandelen noemen. Dat noemde men vroeger actien. Vandaar actionisten, mensen die in aandelen deden. En, maar we kennen allemaal de piramidespellen. Madoff was daar geloof ik ook redelijk goed in. Maar uiteindelijk, vroeg of laat, zijn er natuurlijk toch een heleboel mensen de dupe. En dat was in dit geval ook. De gekste actien werden uitgegeven. Mensen gingen met geleend geld opnieuw actien kopen. En zodra ze die dan een week later met winst verkocht hadden, dan gingen ze dat geld niet brengen naar de bank. Nee, ze gingen dat opnieuw investeren in opnieuw andere actien. Ja, totdat er op een gegeven moment de hele piramide, zeg maar, stopte. Ja, en dan stort de boel in elkaar. En dat is gebeurd. Dus het is niet uit de tulpenperiode, dat was 100 jaar eerder. Ja. Hè, maar dit is dus eigenlijk uit de periode dat de actien, zeg maar, uitgegeven werden. Nee. En men geld investeerde in eigenlijk gebakken lucht. Maar dan brachten ze dit op. Moet je dit vergelijken dan met de bumperstickers van tegenwoordig of zo? Ja, ik denk natuurlijk dat het dat heel veel mensen die geld en welgesteld waren en misschien gedacht hebben van nou, er zijn zoveel sukkelaars eigenlijk ingelopen dat we daar een rugbaarheid aan willen geven. Iets in die geest. Maar het is echt een protestbordje. Ja, het is een protestbordje. De Chinese maker die had geen idee wat het voorstelde en wat die letters betekenden. Het figuurtje is een Commedia del Arte figuur. Ja, precies. En dat werd gebruikt, Commedia del Arte werd eigenlijk gebruikt om dingen aan de kaak te stellen. En het was een soort straattoneel en mensen zagen... Beetje clownesk. Ja, een beetje clownesk. Ja. Mijn anti-kershart gaat echt sneller kloppen als ik dergelijke bordjes tegenkom. Als jij er zo opgewonden van wordt, kan ik me voorstellen dat u ook dan een lichte opwinding bij jezelf bemerkt. Ik vond het altijd wel leuk. Om zo te hangen en een tekst. Maar ja, nou de achtergrond weet. Dat is apart. Ja. Hoeveel is het waard? Nou, er zijn er in 2008 bij Sotheby zijn er 2 geveild en die hebben ieder €7300 opgebracht. Dus ik denk als je de verkoopwaarde zou nemen, dan zit je toch echt boven de €10.000. We zullen er zuinig op zijn. Dat zou ik zeker doen. Dat zou ik zeker doen, ja. We zijn er al te veel gesneuveld. Ja, grote stap snel uit. We hebben elkaar eerder gezien, vanmorgen. En toen had u die Orient-treinen-set, had u, hè? Met dat Arabiertje wat zo om de hoek keek. Ja. Zal ik nog even open doen, dat we het weer weten? Kijk, dit was hem. Dit was hem. Nou, daar heeft een deskundige zich over gebogen. Ja. En wat zei de deskundige? Bijzonder, alleen al omdat je er ook de doos bij hebt. Het is in Oost-Duitsland gemaakt. Ja. In een tijd dat er nauwelijks materiaal was. Dus het is van het goedkoopste materiaal dat je eigenlijk maar bedenken kunt. En is de waarde eigenlijk navenant. Maar het was toch €200 waard. En het advies is het wel aan de kinderen te geven, maar er niet mee te laten spelen. Kijk, daar heb je wat dan. En als ik zou overwegen om het aan te bieden aan het museum daar in Oost-Duitsland, dan moest ik er aanzienlijk meer voor vragen, omdat die denken alles voor niks te krijgen. Je krijgt wel goede tips, hè? Ja, ik ben helemaal goed. Ik ben een heel stuk wijzer geworden. Ja. Nou, en zo hoort het ook bij Schatgraven. U heeft het gehoord. De prijs was niet zo belangrijk, maar u zou het met me eens zijn. Het gaat in dit geval ook weer om het verhaal. Volgende week zijn we er weer. Nou, en dan maar eens overwegen of je het inderdaad gaat doen, hè? Nee, ik denk niet.